Arno heeft muziekles. Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar hij bespeelt wel een heel speciaal instrument, de doedelzak. Is heel goed. Het is één klein detail als je hier... Daar zou je iets popperder. Eigenlijk was ik een keer naar de middeleeuwse feesten in Brussel geweest. Eigenlijk wou ik eerst ook gitaar spelen, zoals mijn vriend. Maar toen als ik naar dat concert in Brussel geweest ben, wou ik nu gewoon doedelzak spelen. Je begint alleen en dan val ik wel in, hè? De doedelzak is niet een soort fluit of zo. Het is eerder een soort hobo of saxofoon. En dat werkt met een rietje. Dus we zeggen dat zijn stukjes riet die gebonden zijn aan een koperen staafje. Een buisje. En dan, als je daar lucht in blaast, dan beginnen die lamellen, die rieten blaadjes, eigenlijk te trillen. En produceren dat geluid. Sommige vrienden die... Die vinden dat heel leuk. Allee, met mijn beste vrienden, maar sommigen die lachten daar ook mee. Ze vonden dat dat uit de mode was of zo. Ik zeg dat dat niet raar is, dat dat gewoon is. Het is gewoon een heel mooi instrument.